Vandaag in de week met XBNL de Xbox-titels die onder de radar worden ontwikkeld en nog veel meer met je favoriete crew. Ik zat nog even te wachten op, dit is de week met XBNL. Nee, ik, ik denk ik doe eens één keer wat flexibels en die... Ja. Ja, die, die Kortsluiting. Kortsluiting. In zijn ritme en flow en dan krijg je van dit soort intros die mislukken. Dus nou ja, goed. Hé, hey, uh, over mislukkingen uh, gesproken. Jeff, oh fijn, uh, ja. fijn dat je erbij bent. <laughs> Zo, hallo. Ja, leuk dat ik er uh, ben. Daar weet ik helemaal niks van. Hey Jeff, zal ik jou eens voordat ik uh, nummer drie aan tafel introduceer, eens even een goede vertellen? Nou, vertel. Ik, uh, ik was gisteravond Sniper Elite 5 aan het spelen. En daarover ga ik straks nog veel meer vertellen. En ik was dat met Evil Terror aan het spelen. AKA The Man with the One Million Gamer Score. AKA Matthew. AKA de Tilburger. En uh, hij ging even naar de wc. Uh, en ik ging natuurlijk met mijn impulsieve kop gewoon even. Hè, ik denk van weet je wat, laat hem maar in dat hoekje wachten. En ik ga wel door. Maar ik ging natuurlijk dood. Want ja. Dat soort, dingen moet je, dat soort strategische steltgames moet je niet aan mij overlaten. Dus nee, hij komt niet terug alleen. en hij ziet een, uh, een menuscherm. Ik zei: Ja, je was doodgeschoten. <laughs> maar wat blijkt nou? Je kan zien wie er dood is gegaan. Dus ik viel keihard door de man. Oh. <laughs> <laughs> en daarmee introduceren we Evil Terra. Fijn dat je er weer bij bent vanavond. Ja, fijn om erbij te zijn. Ja, en, nee, 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 altijd graag erbij. En, uh, uh, nou ja, goed. Je behoeft inmiddels geen, uh, geen introductie meer. Uh, voor heb gemeen, je hem even op de plaats gezet de... dan? Daar ben ik nog een beetje naar. Wat was Evil's reactie erop? Ben je nog even flink mekaar uh, getimmerd? Is hij naar je toegekomen met een homebouwknuppel? Uh, nou, nee, dat niet zozeer. Maar uh, ik vond het wel, uh, ik vond het wel uh, mooi om te zien zeg maar, dat hij toch probeert eronder redden te komen. Dat hij toch wel probeert te doen zeg maar, dat hij beter is. <laughs> dat is hij gewoon niet. Ja. Ja, hij doet ja, altijd heb... net een beetje alsof hij zeg maar, ah, ik ben toch niet zo goed. En, hè, het is altijd underselling. Hè? <laughs> en dan doet hij net alsof hij, hè, en dan probeert hij te laten zien dat het echt goed is. Maar stiekem, hè, er tussendoor, daar prikken we toch nog even doorheen. Hè, dan. Het, uh, ja. het, het zit er niet in. Ja, ja Ivo heeft mij geëxposed vanochtend gewoon. Ja, hier, Dennis zegt het ook, soort van ja. expose op Discord vanochtend. Zo was het ook. Rick, Rick, Rick die bent, ja. Yes. Maar vertel. Hey mensen, mocht je voor de eerste keer luisteren en denken waar ben ik beland? Nou, dat kunnen we in twee korte regels uitleggen. Je bent beland bij de ploeg die uh, ja, de, ja de website xboxnederland.nl onderhoudt van dagelijks nieuws, reviews en zoals vandaag je wekelijkse podcast. Iedere vrijdagavond live te bekijken op twitch.tv slash xboxnederland.nl. Nou, niet.nl erachter, want dat is dan de website natuurlijk. Uh, we behandelen in deze podcast het uh, dagelijks nieuws van afgelopen week. En dat doen we meestal met een ploeg van drie of vier mensen. Mocht je het nou leuk vinden om daar met ons over door te praten, dan kan dat natuurlijk. En dan kun je op onze website xboxnederland.nl een linkje naar onze discord vinden. Ruim 500 leden, Nederlandstalig, super supergezellig dus word zeker even lid. Um, nou, samen vanavond met, uh, met Jeff en Matthew gaan we een aantal topics uh, behandelen. En een van de topics heb je al in de headliner gehoord. En dat is dat wij ja, eigenlijk met, de, uh, uitstel, met het uitstel van Starfield en Redfall afgelopen weken toch eens even achter onze oortjes gekrapt hebben. En tegen onszelf gezegd hebben, ja, wat hebben we eigenlijk? Op onze Xbox Series X. Wat hebben wij voor de boeg? Kunnen wij nog iets verwachten komend jaar of in 2023 en verder? Waar werken de Xbox Game Studios eigenlijk aan? En weten we misschien van bepaalde publishing deals die we, naar de Xbox, uh, ja, die we op de Xbox mogen verwachten? Als al dan niet tijdelijke exclusives. Jeff, jij bent daar toch eens even opnieuw ingedoken. En je hebt gekeken van ja, we hebben inmiddels 30 plus studios. Ja. Um, maar, maar de vraag is, hebben we wel games en, uh, uh, en waar wordt er aan gewerkt? En kun je er eens een aantal uh, door uh, met ons doornemen? Ja, ja, prima. Ja, we hebben een, uh, een soort van overzicht waarbij, ja, we, waarbij we door alle studios heen wandelen en kijken van waar zijn ze nu mee bezig? Dus dat gaat echt van studios die echt nu nieuwe projecten aan het uh, releasen zijn, zoals Starfield van Bethesda natuurlijk. Um, maar ook studio's die al uh, net dingen hebben gepublished. Maar ja, waar, waar zijn ze dan nu uh, mee aan het werk? En één zo'n voorbeeld is bijvoorbeeld uh, 343. Uh, die natuurlijk afgelopen jaar ook Halo Infinite heeft ge, gelanceerd. En um, ja, ik denk dat het ja, ook redelijk van zichzelf spreekt... dat ze daar ook ja, nu alles op alles op aan het inzetten zijn. Uh, je ziet ja. dat die game eigenlijk nog verder door wordt ontwikkeld met nieuwe updates, uh, maar ondertussen zie je ook dat de multiplayer uh, wordt doorontwikkeld met nieuwe seasons en uh, verder kunnen we denk ik ook wel uh, verwachten dat daar ook iets van een updateje voor komt ook op de e3. Um, dus ik weet niet of er al iets in het geruchtencircuit rondgaat. Uh, Sommigen van ons die weten dat misschien beter dan ik. Um, maar ik denk dat de kans groot is dat we iets van een update of een, een, een DLC of uh, een nieuw seizoen aankondiging gaan krijgen wel op de, op de E3. Ja. ja, waar we natuurlijk vooral op wachten, tenminste ik kijk ook even jou aan Matthew, maar volgens mij is het vooral de co-op uh, waarvan we eigenlijk gehoopt hadden dat die in mei deze maand zou releasen. Dat is niet gebeurd, dat is uitgesteld en naar mijn weten hebben we daar nog geen datum van, klopt dat? Maar je bedoelt uh, van Halo Infinite, toch? Ja? ja, van Halo Infinite. Ja, ja volgens mij uh, meende ik ergens te lezen dat het of. Uh, volgens mij richting het derde of vierde kwartaal zou moeten zijn. Ja. Vermoedelijk. Maar dat is geen specifieke datum gegeven tot op heden. Ja, nee, en in de chat uh, geeft Dimas het ook al aan. Halo Infinite heeft gewoon DLC nodig. Helemaal maar eens. Halo Infinite heeft die co-op nodig. En ik denk dat we tijdens de showcase van 12 juni, over, over twee weken. Uh, ja Dat het de hoogste tijd wordt dat we wat meer over uh, nieuwe DLC en de co-op uh, gaan horen. Ja, hey, uh, mannen, waar ik uh, ook eigenlijk hoop wat meer van te horen is. Uh, nou, ik wil niet zeggen dat het een van mijn favoriete studio's is, maar de game We Happy Few van Compulsion Games heeft mij wel een jaar of drie, vier geleden ontzettend uh, blij verrast. En zij werken aan een game onder uh, de vermoedelijke titel Project Midnight. Dus dat zal een werktitel zijn. Um, Eigenlijk weten we nog heel weinig waar deze studio uh, aan werkt. Um, maar ze hebben wel een goed cv. Is dit nou een studio waar jullie enthousiast van worden? Of kijken jullie uit naar een nieuwe game van Compulsion Games? Uh, Matthew, is dat een beetje jouw genre? Mm, nou ja, ik heb die Happy View nooit gespeeld. Dus ik. Uh... Het idee leek me leuk, alleen destijds was het volgens mij in een soort van game preview staat. En dat is volgens mij toen aan de ja. weg uh, geüpdate. Dus ik heb er eigenlijk nooit aandacht aan gespendeerd. Dus ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. En ik weet ook niet wat, wat hun eventueel nieuwe project wat ik daarvan moet denken. Ja. Ja. ja, Het is wel eentje die in hetzelfde straatje valt. Uh, want het gaat ook weer om, om een ja ook zo'n uh, soort van semi-actie-game. Met een beetje uh, ja, fantasy-achtige uh, gehalte. Um, ja, en verder, ja, uh, hun track record so far is best wel goed. En ze hebben al een hele poos natuurlijk niks van zich laten horen. Die Happy View is al gewoon jaren uit, natuurlijk. Dus die hebben, ondertussen hebben ze al jaren hieraan kunnen werken. Dus het zou maar zo kunnen zijn dat we dit nu gereleased, of in ieder geval uh, niet gereleased, maar aangekondigd krijgen op de E3. Dus dat we nu ook ja. eindelijk zien wat zij, wat zij aan het doen zijn. Um, ja, bedoel, het blijft wel een um, compulsion game. Dus het is niet een mega, mega, mega grote studio van Microsoft. Dus verwacht ook geen triple E titels ineens. Um, maar het, ja, het zijn wel ja, lekkere, um, ja, hoe, hoe moet je het omschrijven? Double E indie-achtige ja. eigenaardige titels die, ja, wel, dat die wel prikkelen. Ja, nee, dit, dat eigenaardige, dat is inderdaad wel uh, volgens mij een beetje het watermerk van deze uh, ontwikkelaars. We Happy Few is toch ja, een game waarin iedereen uh, pilletjes popt en je uh, in een steeds bizardere wereld terechtkomt. En tegelijkertijd ook gewoon lekkere actie heeft, een uh, combinatie van stelt en shooter gameplay. Uh, ja, laat maar komen. Ik hoop, uh, ja, dus, uh, nou ja, ik wou zeggen, Xbox zal wel moeten dit jaar. Ik weet niet of ik dat per se vind of zo, maar dat is wel een geluid wat ik veel op social media hoor. Ze zullen toch echt een paar titels uh, dit jaar moeten gaan uh, uitbrengen. Dit hele jaar is tot nu toe nog niks uh, gepubliceerd vanuit de Xbox Game Studios. En uh, nou goed, ik, 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 het zou me niet verbazen als we in ieder geval iets van Compulsion uh, Games gaan horen. Nee, uh, Jeff, wat voor, wat voor studio's hebben we nog meer? Ja, nou, ik denk een, een studio die een beetje op, de, op, op hetzelfde niveau zit als Compulsion. Uh, dat is Double Fine. Nou, die hebben natuurlijk afgelopen jaren Psychonauts 2 gereleased. Een game die ontzettend goed scoorde. Um, en ja, het is nu eigenlijk de vraag van, ja, waar werken ze nu aan? Het is natuurlijk een wat kleinere studio. En uh, je ziet ook wel dat die makers wat, wat ze, ja, het, het creatieve... Um, de krachten daarachter, dat is allemaal ja, nog eens een keer next level. Dat is allemaal super creatief. Um, maar dit is ook weer zo'n eigenaardige double uh, E-karakter, heeft het, die studio. En ze zetten alles, alles op alles op één project. En uh, nou ja, dat is nu natuurlijk de afgelopen tijd Psychonauts 2 geweest. En het is nu echt mm -hmm. wel even weer wachten totdat we een volgende, uh, volgend project gaan krijgen... Dus um, ja, ik denk, denk niet dat we hier veel, gaan, veel van gaan horen de komende tijd. Um, een andere studio waar we misschien wel iets meer, uh, of waar we in ieder geval iets van mogen verwachten. Uh, dat is een studio die ook wat meerdere projecten onder zich had. Uh, wat ook weer een beetje in hetzelfde, ja, op hetzelfde niveau zit als die vorige twee. Dat is In Exile. En uh, die ken je misschien wel van Wasteland 3. Ja. Yeah. Die ook niet heel erg, lang uit, heel erg lang geleden uit is gekomen. Maar die hebben in de tussentijd hebben ze ook uh, andere projecten onder hun hoede gehad. En uh, ik denk dat we daar wel iets van mogen verwachten de komende tijd. Dus ik weet niet of het deze E3 zal zijn. Uh, maar we weten dat ze in ieder geval aan een, uh, aan een nieuw project werken. Uh, ook wederom een RPG. Um, nou ja, dit keer is het ja, niet helder of dat een. een, een nou ja, zit dat in, ook in de Wasteland uh, franchise, ja. maar het lijkt echt wel om een, een apart te gaan. Uh, codenaam is Cobalt. En het gaat ook dus om een, uh, een RPG in een uh, Victoriaanse steampunk-achtige setting. Oké. Okay. Ik ben benieuwd. Waar ik trouwens ook wel benieuwd naar ben, is. Uh, Mojang. Die kennen we natuurlijk van Minecraft. En de Minecraft Dungeons. Hè? Dus de action-RPG in het Minecraft-universum. Uh, beide games zijn natuurlijk razend populair. Ik denk Minecraft misschien wel de meest gespeelde en gekochte game. in de geschiedenis van gaming. Uh, Minecraft Dungeons, het kleine broertje of zusje. Uh, ja, heeft het ook vrij goed gedaan. Ook een aantal miljoen spelers weet ook om de zoveel maanden nieuwe content te leveren, de um, uh, season pass met nieuwe thema's. Uh, uh, recent nog een soort tower mode toegevoegd, waarin je hè, op uh, ja, 20, 20 of 30 floors, nou weet ik het even niet meer zeker, 30 toch? Matthew, klopt dat? Mm. Uh, het varieert, want het is, meestal is het 30, maar op, op het moment ja. zijn het er 22. Oh, okay. het, maar het, ja. het voelt aan als 300. Ja, het voelt, het voelt aan als flink wat uh, 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 etages die, uh, die je omhoog moet. En uh, uh, nou ja, goed, uh, dat zijn gewoon leuke updates. Maar wat mij verbaast is dat ze met twee uh, projecten aan de slag zijn. Die nog geen titel hebben, uh, die ook nog niet aangekondigd zijn. Maar waarvan we wel weten dat ze aan ja, twee nieuwe projecten/slash games werken. Ik vraag me dan af, ja, moeten we dat, Wat moeten we daarvan verwachten? Zijn dat weer een soort van adaptaties van uh, het, ja, Minecraft zelf? Uh, hebben jullie daar een idee of een hoop bij? Is iets wat jullie hopen? Ja, ik, ik heb er een poosje geleden, heb ik daar ook eens wat, uh, wat over geschreven. Uh, nou, dat is al een hele poos geleden, is dat. Toen uh, Mojang ineens een op een mysterieuze wijze ineens een heel nieuwe artstyle kreeg. Gewoon Mojang zelf als, als studio. En dat uh, scheen ook te maken, iets te maken te hebben met een nieuwe game waar ze aan werkten. En we hebben in de tussentijd hebben we daar dus helemaal niks van gehoord. Maar ik denk dat ze daar echt bezig zijn met een groot nieuw project. Dus ondertussen zijn ze Minecraft natuurlijk aan het onderhouden, maar dat ze wel bezig zijn met een groot nieuw project, waar ze hun uh, creativiteit ook gewoon helemaal op los kunnen laten gaan. En ja, wat het inhoudt, ik heb geen flauw idee, maar het is wel best wel een mysterieus geheel eigenlijk. Ja, maar als we nou eens kijken, Minecraft is een echte uh, building slash um, ja, survival game. Um, tussen Minecraft en Minecraft Dungeons heeft volgens mij ook nog een soort point-and-click-achtige verhalen in de Minecraft game gezeten. Um, als ik me niet vergis, chat Ja, de story... Of, uh... andere... Ja, je hebt de ja, gehad, hè? De, de, story, story, de story is de telltale games. Ja, juist, hem, exact. Wat, ja, ja. En, en mijn kids zaten dat laatst te kijken. Ik zeg van dit komt me bekend voor, maar dat is gewoon een YouTube serie. Is dat hebben ze ervan gemaakt of zo? Dat ja, ding is gewoon gereleased op op YouTube als een uh, als een serie. Oh nee, op Netflix was die als een serie. Ja, dat zou goed kunnen. Ja, dat, dat, dat weet iemand. ik niet. Maar als ja. ik uh, als ik dat mijn kids vertel, dan willen ze dat zeker ook kijken. Ja, met Dungeons hebben ze natuurlijk het uh, uh, Action RPG genre weten aan te spreken. En ik vraag me dan af: van, is er nou nog een uh, genre zeg maar... waarin jullie graag een soort van Minecraft-vertaling zouden willen zien? En chat, daar ben ik ook wel benieuwd naar hoe, hoe jullie hier naar kijken. Ik vond persoonlijk die uh, ja, Minecraft-dungeons echt, ik kan er geen genoeg van krijgen. Ik denk dat ik er inmiddels al bijna 150 tot 200 uur gespeeld heb. En ik ben er ook zeker nog niet klaar mee. Het is gewoon zo'n easy-to-go, easy-to-pick-up game. En uh, nou ja, deze ontwikkelaars zijn duidelijk goed om. Uh, ...om die Minecraft-wereld in een soort ander sausje te gieten. Uh, waar zouden jullie op hopen? Nou, ik, ik, heb, ik heb wel iets in mijn hoofd. Dat is eigenlijk uh, een beetje een... ...ja, we zou zijn? Een beetje zo'n zo zo platformer alle Spyro, Crash Bandicoot, zeg maar... ...maar dat in een Minecraft-jasje. Ja, ja, ja. En dat, dat zou ja, ik op ja, zich op wel... Platformen. Ja, dat zou ik op zich wel zien zitten. Ik bedoel, ik, het, het leent zich eigenlijk wel voor. Je kunt er alle kanten mee op. Ja. Ja, of wat Zeker. dacht je van een shooter? Dus een beetje... ...net zoals... <laughs> uh, ...een beetje comic-style. Net zoals Plant vs. Zombies. <laughs> Oh ja. Maar dan lekker in de, in de, in de hele Minecraft-sfeer. En dan ja, heel gaaf zou zijn een soort van crossover met Halo daarin. Dus dat je zeg maar uh, Master Chief hebt met zo'n blokhoofd. Weet je? Ja. ja of, uh, of een crossover met, uh, hoe heet die game nou ook alweer? Uh, sea of Thieves. Uiteraard, uiteraard. <laughs> Weet die game ook alweer. <laughs> ja. Alright. Hey, uh, een van uh, mijn favoriete uh, studio's, uh, of in ieder geval, ja, nou ja, de studio die mij misschien wel het meest aan het hart gaat, is de uh, Ninja Theory, uh, gelegen in de UK, Cambridge, als ik me niet vergis, natuurlijk bekend van Hellblade. En uh, ze werken aan twee titels, uiteraard Hellblade 2. En daarnaast nog Project Mara, waar we een aantal artikelen over geschreven hebben uh, op onze website xboxnederland.nl. Uh, Matthew, Van Hellblade 2 is toevallig vandaag ook weer een heel kort clipje gepubliceerd op de socials, dacht ik. Ja, dat klopt. Uh, dat is eigenlijk een beetje een, een sneak peek van uh, hoe een uh, ja, giant eigenlijk tot leven is gekomen. Dus ik krijg een beetje een achter de schermen plik, zeg maar, van uh, ja, wat het proces van de mocap is geweest, zeg maar, om de giant maken. Ja, in beeld te kunnen krijgen. Het ja. zag er wel indrukwekkend uit, voor je niet? Ja, zeker is te weten. Ja, ja. Bedoel, het blijft dus sowieso werd... knap hoe het mocap mo systeem werkt uh, en hoe ze dat uh, tot, <laughs> tot recht uh, laten komen. Ja. Ja, absoluut. En uh, nou, er werd flink gespeculeerd op uh, socials. Nou ja, daar is, uh, is Twitter natuurlijk ook wel een beetje voor. Dat toch veel spelers hopen op een release datum in 2022. En to be honest, ik zie dat echt niet gebeuren. Ehm... Um... Ik weet niet hoe. Denken jullie dat het reëel gaat zijn dat deze game dit jaar nog gaat uitkomen? Ja, Ik, ik weet het niet. Ik um, het zou maar zo, ja, het, het, het lijkt me niet reëel. Laat ik daar eens mee beginnen. Ja. Maar het zou maar zo kunnen zijn dat hij wel dit jaar uitkomt. Dat dit zeg maar ja. de eerste, um, zeg maar, full blown Unreal Engine 5 game wordt die op de Xbox gaat uitkomen. Zeg maar de eerste echte Next Next Gen game. Hmm? Nou. Goed. Chat, wat denken jullie? Gaat deze game dit jaar uitkomen? Ik wil harde uitspraken die gescreenshot gaan worden. Matthew, wat denk jij? Ik zeg nee. Nee. Oké. Okay. Nee, ja, ik, ik sluit me daarbij aan. Goed, ik weet vrij weinig van gameontwikkeling. Uh, mijn gevoel zegt erbij: op het moment dat ze nu nog met uh, mocap uh, dingen bezig zijn in het ontwikkelproces... dat er nog wel een, een weg te gaan is. En dat dat zeker niet... Ja, ah, ik weet niet. Ik, uh, ik, dit, dit is toch iets wat al een poos geleden is gedaan. Want dit, dat hele filmpje met die giant... dat is al maanden geleden al een keer uh, okay. neergezet. Dus dit is natuurlijk al iets van een poos geleden. En ik denk dat dit eerder onderdeel is van een hele marketing dan dat ja, dan het, dat ze nu uh, daadwerkelijk op ja, dat punt precies. zijn dat ze ja, kijk okay. en ja, is goed, en ze hebben natuurlijk wel 2022 gezegd en uh, Microsoft die heeft natuurlijk uh, twee weken geleden hebben ze aangekondigd van een aantal titels die niet uit gaan komen kijk als ze uh, in diezelfde trend ook zeg maar de resterende niet uitkomende titels van 22 nog zouden afwimpelen... dan had ik dat ook wel ergens voor de E3 al verwacht ja. of voor die showcase hey, maar... Klopt dat wat jij zegt, dat hij dat een release winnen van 2022 zou hebben? Ik kan me dat niet herinneren. Hmm. Nee, dat ik heb nee, het ook nee, nerg nergens ooit gezien. Zeg maar. Nee, nee. nee, durf ik nee niet dat was meer de, uh, onze wens, denk ik, dan dat uh, dit. Uh... <laughs> de vader van de gedachte, ja. Ja, de wens is de vader van de gedachte, inderdaad. Ja, zeker weten. Maar uh, nou goed, desalniettemin uh, van harte welkom om wel dit jaar te releasen. en we gaan het zeker met veel plezier spelen. We waren maar, we ook altijd met ja, dus, ja, ik, ja, ik, Waar maar. ik toch nog even bij stil wil staan, hè? dat Project Mara, dat is toch wel, ik vond dat wel best wel indrukwekkend. We, we hebben er een paar filmpjes van gezien mm -hmm. en um, he, ja, het, het is bij Ninja Theory is het altijd maar de vraag van, ja, in hoeverre is iets echt een game game, hè? zeg maar entertainment game. Of is iets, uh, um, ja, echt iets voor de, uh, want daar doen zij ook heel veel, hè, met, met, met uh, de, de, ja, hoe zeg je dat, academische wereld? Ja, er zijn gewoon, er zijn gewoon psychiaters en psychologen. Ja, precies. En zijn verbonden aan dit project. Er zijn weinig ja. ontwikkelteams, zeg maar, die, uh, die zo nauw verweven zijn met de universiteit en met het klinisch werkveld dan. Uh, ja, precies geval, dan dat, ja, ja. Dat uh, ik, ik kan nee, zo de... niet direct een andere uh, studio noemen. Ze zullen dus er wel, wel zijn, lastig. maar niet. Hm? Ja, ik vind het wel lastig om dat in te schatten. Van in hoeverre is dit echt een, zeg maar, dat Project Mara echt een entertainment game, of zit dat toch aan uh, aan de andere kant van het spectrum? Ja. Maar de beelden die we ervan hebben gezien, zijn echt wel mega indrukwekkend. Ja. Ja, nee, zeker, absoluut. En het, um, um, God, nou ben ik even de naam kwijt. Maar dat, het valt onder een soort van paraplu van uh, projecten die ze aan het uh, ontwikkelen zijn. Uh, en die allemaal zeg maar met de mind of met geestelijke gezondheid ja. te maken hebben. Uh, waarvan Project Mara dan het eerste is dat tot nu toe met ons getoond is. Ja, het, kijk, het zal misschien niet een Hellblade-achtige game worden. Het deed me veel meer FMV-achtig aan. Ik kan nergens op baseren, maar ik vond het er zo realistisch uitzien. Dat ik uh, eerder Dit denk. Het was wel een echt een van... game. Dat. Ja, maar dan denk ik eerder dat een soort van interactieve. Ja, meer Walking ja, dat... Sim, zeg maar. Ja. ja, zoiets inderdaad. Dat het meer gewoon een beetje een, 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 ja, een, een bepaalde experience is, zeg maar. Maar dat het dan ook niet meer dan dat zal zijn. Maar bijvoorbeeld een van, de, een van de ontwikkelaars binnen het team is Paul Fletcher. En dat is gewoon een hoogleraar psychiatrie. Kijk, die zal niet uh, hè, programmeren en uh, de game zelf ontwikkelen. Maar uh, dit soort mensen hebben een dusdanig belangrijke rol in het ontwikkelproces... dat je hun, hun namen gewoon bij de... In, hè, als je in Hellblade, de allereerste Hellblade hebben jullie gespeeld... dan vaar je toch met die Kano. Dan zie je een aantal yeah. namen voorbij komen. Hè, van uh, Creative Director enzovoort. Maar dus ook van... Uh, van de, van de universiteiten waar ze mee samenwerken. En ja, Project Mara gaat ongetwijfeld in dezelfde categorie uh, vallen qua uh, ja, interessegebieden. Ja, goed. Ja, wat, wat misschien al iets concreter is, uh, dat zijn denk ik, uh, en, en nu komen we toch ook wel op de wat meer interessantere studio's, denk ik. Um, en om maar te beginnen bij Obsidian, wat eigenlijk aan het groeiend en groeiend groeien is onder de paraplu van Microsoft. Um, mm -hmm. zeg maar, wat ooit begon als een wat kleinere studio die eens uh, Fallout New Vegas heeft gemaakt, is het nu een studio, meerdere projecten uh, uh, onder handen, um, een paar kleine, nou ja, zeg maar, ruwe parels, wat uh, uiteindelijk zeg maar best wel uit de kluiten gegroeid is. Um, en dan hebben we het bijvoorbeeld over Grounded, wat vorig ja. jaar, of nee, twee jaar geleden geloof ik al, uh, ja, is maar. gereleased in de game preview. En uh, wat nou ja, eigenlijk nog continu wordt doorontwikkeld en waar ook een heel groot team nu uh, omheen zit. Um, ja. ja, ik denk dat we. Want het gaat ook richting de game release. Ik weet niet, of, hadden we daar niet iets van een nieuwtje? Um, um, er, is wel er is inmiddels wel een datum bekend. En dat is volgens mij de komende maand of de maand erop. Ja, precies. Ja. ja. Ja, dus dat valt ook wel een beetje tegelijkertijd met um, de showcase. En dan zal er ook wel iets van een update gaan komen, of in ieder geval iets van ja, een, een, een mooie uh, ja, update voor de game uh, eromheen, denk ik. Dus uh, ja. dan komt daar zeg maar een, een stempel op. Uh, daarnaast hebben ze nog twee andere games, um, en die zijn allebei al aangekondigd met een trailer. En uh, ja, daar zijn we best wel hyped voor. Uh, de ene is avoud, Dat is een soort van ja, Elder Scrolls-achtige game. En um, dat is ook wel de game waar ik denk ik het meest benieuwd naar ben. Want uh, zij hebben altijd al gezegd van... we willen wel graag iets in de, de, de trant van een Elder Scrolls-game maken. Nou ja, nu hebben ze die kans dus gekregen. En uh, wat we er tot nu toe van hebben gezien... Ja, het is natuurlijk mega summier en uh, totaal niet uh, representatief voor de game zelf... Maar het wekt wel echt de interesse. Het is wel een, uh, een uh, intrigerend geheel. Um, Zeker. Ja, zijn jullie hier net zo hyped voor als ik? Want dit is misschien wel de titel van Microsoft... waar ik <laughs> misschien nog wel het meest hype voor ben. Na Fable misschien, ja. Ja, <tie> ik vind het moeilijk te zeggen. Ik bedoel, op zich... Toen ik het zag, dacht ik van... Hé, hey, tof, een nieuwe Skyrim, weet je wel. Een paar wijze van. En dat Skyrim vind ik echt super tof. Ja. Alleen... Uh, ja, het is al best wel een tijd geleden dat ik de aankondiging heb gezien. dat ik nou ja, eigenlijk iedere keer vergeet dat het een ding is, zeg maar, dat die komt. Ja. Dus heel hard ben ik op dit moment niet. Dan moet ik wel nou, maar dat is op zich wel goed, hè? Want het, het is al een post geleden dat die game is aangekondigd. Dat betekent dat we. ja, we zijn nu twee jaar verder. Um, twee jaar verder in de ontwikkeling. Wordt nu toch tijd dat, dat we eens een keer dingen gaan zien? Kijk, dat die nog niet uitkomt dit jaar, dat, dat uh, geloof ik niet. Maar um, ik denk dat we wel wat meer van gaan zien nu. Ja, nou ja goed. Een uh, open wereld uh, fantasy-achtige RPG. Kom maar door. Uh, zeker door Obsidian. Die hebben zich natuurlijk ook met The Outer Worlds opnieuw bewezen. Die uh, zijn herenmeester meester in het vertellen van unieke fantasy uh, gedreven verhalen. En uh, ja, als je dan zo'n beetje zo'n ruwe, grauwe setting als fout uh, nu, hè, tot nu toe lijkt, hebt. Uh, en dan een hele mooie afgewerkt in een, ja, een role-playing game. Ja, dan uh, word ik daar wel enthousiast van. Ik denk dat hij nog lichtjaren van ons <laughs> verwijderd is. Jeff, om heel eerlijk oh, te zijn, ik wil ja, jouw ik, uh, ik, ja. enthousiasme niet, uh, niet killen. Maar, ja, ja, maar dan nog. Al krijgen we iets van een trailer, zeg maar een extended trailer of een in-engine beelden of zo, weet ja, je, dan ben ik gewoon blij. Ja, nee, en dat, dat gun ik jou. En dan ben ik blij met jou mee. Maar persoonlijk wil ik geen beelden meer zien van games die nog twee, drie jaar weg zijn. Het liefst wil ik gewoon beelden zien dit jaar of binnen nu en de volgende showcase, hè, een beetje in die uh, uh, ja tijdspannen. Wil ik niet van dit? Ik vind dat prima. Ik vind ook wel. Als ik. 6, zeg maar. Daar heb ik helemaal niks mee. Dat het nog 500 jaar duurt. Ben ik al bijna op Nee, daar ben ik het mee eens. Dat was een game die is nog zo ver weg. Die is nog niet eens in ontwikkeling. Maar games die in ontwikkeling zijn. Daar beelden van zien. Ja, ook al duurt het nog drie jaar. Ja, ik wil het wel graag zien. Een beetje hetzelfde als met Cyberpunk. We dus zagen ook al ver van tevoren, zagen we wel bepaalde beelden. Ja, dat, dat is gewoon lekker. Gewoon een beetje, ja, het is misschien een beetje leven op de hype. Maar het is wel fijn om continu te zien van oké, okay, maar waar gaan we heen? Wat, wat zit er nog in het vat? En uh, uh, ja. wat kunnen we allemaal gaan verwachten? Ja, ik heb dat soort uh, hype momenten heb ik liever gewoon in een spanwijte van een jaar. Eigenlijk. Ja, gewoon van precies. hey, we zijn hiermee bezig. En dan een maand later bijvoorbeeld, oh, hier hebben we een trailer. Weet je, omdat je dat je daar gedurende een maand naartoe, zeg maar, dat je daar gewoon lekker gemaakt wordt van hey, dit komt eraan dit ja, jongens. En niet van uh, hey, we zijn bezig met deze game. Misschien over vijf jaar dan zul je er wat meer van zien. Ja, dat is voor mij natuurlijk gewoon te lang, dan is mijn interesse dan al helemaal weg. <laughs> ja, ja. All alright. Right. Ik, ik heb er niet zo moeite mee. Maar ja, ze hebben. Natuurlijk ook nog de Outer Worlds 2. Hè? Ik weet niet of je dat net al uh, iets over had genoemd. Maar uh, die is... Afgelopen jaar is die aangekondigd op de E3. En mm -hmm. um, ja, ik denk dat dit ook weer zoiets was van... Ja, wees je veel te vroeg. Volgens mij is die game ook nog, nog mijlen verder weg. Want er komt gewoon nog DLC van de Outer Worlds 1 komt nog binnen. En die is ook nog niet zo heel erg oud. Ja. Uh, maar ja, dat er een Outer Worlds 2 kwam... Dat, dat was ook geen geheim. Maar um, ik denk dat deze nog wel een, een, een poos weg is... Maar wie weet, uh, Obsidian is, is, uh, kan ook best wel snel leveren. En misschien dat ze hier uh, dit jaar of volgend jaar nog een release van hebben. Hoor. Maar ik moet wel zeggen dat met de aankondiging van de Outer Worlds 2, de trailer zelf, waren ze wel echt bloedeel. Ja, dat ze gewoon zeiden van, hé, hey, we hebben niet meer dan alleen maar de naam en een trailer. En voor de rest hebben we nog echt niks. geweldige trailer <laughs> deze, ja. Op dat gebied ja, ja. vond ik daar wel leuk. Maar het zet er toch wel een beetje heel veel dingen op de hak, hoor. Weet je, van, ja, uh, gewoon even de draak steken met al die andere trailers ja. en al die andere game, game producers, <laughs> publishers. Ja. Hey, uh, jongens, ik, uh, ik wil van jullie een uitspraak horen over het volgende: de studio Playground Games. Jeff, een van jouw favoriete games ja. of all time: Forza Horizon 5. Uh, daar werken ze aan, natuurlijk met gewoon uh, seasons en uh, updates. Maar gaan we deze showcase, nou eindelijk is een nieuwe, of nou eindelijk, de game is een half jaar uit, maar gaan we een nieuwe DLC uh, krij voorgeschoten krijgen, zoals hè, met Forza Horizon 4, wat was het, de Lego DLC en ja. uh, zo had je nog wat uh, pakketten. Past dat een beetje in hun ritme? Wat is jouw inschatting? Ja, het zit wel volledig, zeg maar, op, op die tijdslijn, hè. Dus dat, dat we, ja, het is nu hoogste tijd eigenlijk voor de DLC. Dat hebben we met alle vorige Forza Horizons ook gezien. Uh, gewoon een basisgame. Um, en dan na een jaar of zo, na een half jaar, krijg je de eerste DLC. En dan na een bepaalde tijd krijg je de tweede DLC. Uh, volgens mij in sommige gevallen zat er zelfs nog een derde DLC bij. Um, en dan heb je weer de volgende game. Dus um, ja, dat, dat, het is nu wel hoog tijd voor zo'n DLC. En uh, het is ook altijd maar kijken, waar, waar komen ze mee? Uh, ze kunnen alles uit de hoge hoed toveren. Uh, ja, we, 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 we hebben alles ook al zo'n beetje gehad eigenlijk. Uh, wat dan om, nou ja, over ging. En, en we hebben Lego gehad. We hebben die, uh, uh, monaten, die, 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 die toys, Hot Wheels hebben we gehad. Ja, dus ik ben heel erg benieuwd waar het nu mee komt. Ehm um, en ja, serieus, ik denk dat we daar echt wel wat van gaan zien. Yeah. Maar ja, wa, waar ik eigenlijk nog meer benieuwd naar ben, uh, dus ik wil niet afdoen aan, aan mijn eigen Forza Horizon uh, uh, fanboyisme, maar dat is, ik denk dat het B-team, die werkt nu aan Forza Horizon, hun A-team, die werkt nu natuurlijk aan Fable. En daar ben ik echt super benieuwd naar. Yeah. Ik, ik hoop yeah, echt ik... dat we daar gameplay van gaan zien. Yeah. Ja, nee, daar ben ik ook echt ontzettend benieuwd naar. We hebben al eerder wat beelden gezien en dat zag er schitterend uit. Ik bedoel, eh, toch om heel even kort bij Forza Horizon te blijven. We hebben gezien wat voor mooie open wereld dit team eh, kan eh, neerzetten: Hè, van die mooie eh, zandvlaktes tot eh, junglegebieden, berggebieden, sneeuwgebieden en alle, ja, alle biomen, daar kunnen ze wel wat mee met dat team. Ja, en als je dat, hè, als je dat nou eens weten te vertalen naar een open-wereld fable game, ja, joh, dat wordt uh, fantastisch om te spelen in 2026. Ja. Ja, 2026. Nee, ik hoop echt dat het echt eerder is. Ja, ja misschien 2027 als het mee zit. Nee, nee, <laughs> <laughs> dat kun je mij niet aandoen, joh, dit. Nee, maar die game ja. is al best lang in ontwikkeling, hè? Ja. Want... Volgens mij begon dat, dat hele verhaal begon een jaartje of uh, vijf, zes geleden al. Dat we erover hadden van hé, uh, hey, maar ze zijn daar met een game bezig. En dat, dat tikt eigenlijk alle fable boxen eigenlijk af. Hè? Er waren al ja, allerlei geruchten. Klopt. En toen was het verhaal van hé, nee, maar wij zijn er niet mee bezig hoor. Dus toen werd het keihard ontkend. Nou, bleek dus een paar jaar geleden met die, uh, met die release, dat het, uh, of met die trailer, dat ze er dus toch wel mee bezig waren. Dus ja, we zijn eh, inmiddels zijn we al eh, een jaartje of zeven onder de pannen, denk ik, met eh, het ontwikkelen van die game. Dus eh, ja, wie weet krijgen we een surprise release. Ja. Of een surprise gameplay. Laten we, daar, laat, laten we het een beetje realistisch proberen ja. te houden. Nou goed, we, we zullen het zien ja de, de chat wordt gevraagd door iemand die evil heeft. weet iemand hoe lang de ontwikkeling van beyond good and evil al bezig is ja uh, ja even lang als Fable, denk ik net <laughs> zo lang als half life 3, denk ik ja. gaat die game ooit en... uitkomen joh ja dat weet ik niet maar weet je, ik heb daar echt de laatste tijd ik denk, ik denk het laatste jaar of anderhalf al zo vaak dezelfde vibe maar heel veel aankondigingen gehad weet je van allemaal een beetje beyond good and evil achtige praktijken van ...van de relatie zien, maar wanneer het moet gaan komen, God weet, dan weet niemand. Maar ik, ik vind, Beyond Good and Evil vind ik, een beetje, vind ik een hele rare, want je hebt toen, jaartje of twee geleden... ...heb je toen ineens een paar sessies uh, van die Dev Diaries gehad. Dat ze gewoon gingen vloggen over wat ze aan het doen waren. Ja, en, en, Ja, daar zagen we echt uh, hele coole beelden, maar ja. daarna weer helemaal niks van gehoord. Ja. Een beetje een praktijk. En een super vette trailer, dat wel. Yeah. Hey, uh, ja jongens, we, we gaan het zien om nog even terug te komen. Forza Ryzen 5 Picnic, die zou wel een Drugs Runner DLC uh, willen zien. Uh, oh, ik zat goed, zelf uh, te denken, ja. doe mij maar een kaartracer. Uh, Gewoon een uh, soort Mario Kart crossover, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Maar uh, iets in die strekking lijkt me wel een keer geinig om van het uh, Forza team te zien. Alright, hey, uh, van uh, de Playground Games UK gaan wij over naar de studio die volgens mij in Canada ligt, of in ieder geval uh, in Noord-Amerika. En dat is de Coalition. De uh, Coalition kennen we natuurlijk van Gears of War 4 en Gears 5 met bijbehorende DLC. Er gaan hele sterke geruchten dat uh, er gewerkt wordt aan een soort van. Ja, Halo Master Chief-achtige collection, alleen dan van het Gears hè, van de Gears of hmm. War Franchise. Dus nou, misschien wordt het wel de Marcus Phoenix Collection of iets in die geest. Dus een remake van. Wat zal het dan zijn? Gears of War 1, 2 en 3, denk ik. Dat is nog niet aangekondigd, maar die geruchten die, uh, ja, die, uh, die gaan behoorlijk te keer. Um, en de vraag is natuurlijk. Um, Gaan we een aankondiging krijgen van Gears 6? Of hoe die dan ook gaat heten? Of ja, verwachten we over, we nog iets game. over dat Unannounced Project waar de coalition aan werkt? Mannen, Ival, jij bent een uh, Gears fan vanaf de eerste uur? Uh, ja, ik vind dat moeilijk te zeggen. Ik heb sowieso het idee ook dat uh, Gears 5 qua content al heel lang uh, relatief stil ligt, zeg maar, buiten bepaalde events om. Dus ik, ik weet eerlijk gezegd helemaal niet wat ik nog moet verwachten bij hen, zeg maar. Ja. Nee, dat klopt inderdaad. Die, uh, uh, ja, ik vraag me af in hoeverre die echt nog gespeeld wordt. We hebben natuurlijk wel ongeveer anderhalf jaar geleden uh, de, de verhalende DLC nog ge gekregen. Maar sindsdien is het eigenlijk een beetje stilgebleven. En uh, weinig, uh, geen nieuwe DLC natuurlijk. Um, hoe heet het? De escape mode is eruit gesloopt. Uh, geen nieuwe multiplayer modes zijn toegevoegd. Dus dat zou, er natuurlijk, hè, dat zou een teken aan de wand kunnen zijn... dat de focus op een nieuw project ligt. Um, ja, Gears of War 6. Op onze Discord zijn ze er wel van overtuigd... dat hij aangekondigd wordt. Ik denk bijvoorbeeld Domingo en uh, volgens mij België... Heeft, zich, heeft ook al gezegd van ja, normaal is het om de drie jaar. Het is nu wel tijd voor Gears of War 6. Maar wat denk jij, Jeff? Ja, ik, ik denk dat het hele om de zoveel jaar... ...dan moeten we nu een beetje gaan loslaten. Want sinds een jaartje of twee, drie... ...zijn ontwikkelaars, ik denk al iets langer... ...zijn ontwikkelaars toch een beetje dat... Uh, ...games as a service model... Uh, gaan, uh, ...gaan bekijken. En uh, wat je ziet is met heel veel van die release games... ...dat ze toch andere routes nemen. Dus dat we niet, zeg maar, om het jaar... ...nog weer een, een nieuwe game krijgen. Uh, zagen we natuurlijk ook al met... Uh, uh, Assassin's Creed bijvoorbeeld. Hè? Die, die heeft er een pauze in gebakken. Um, je ziet het met meerdere Ubisoft games, zie je dat. Uh, je ziet het ook met, uh, ja, bij Activision hè? met uh, Modern Warfare. Die natuurlijk Warzone nieuwe in heeft gebracht. Daar heel veel uh, in heeft gestoken. En dat de gewone uh, Call of Duty serie um, ja ook. ook wat anders wordt aangepakt... Hè, met, met reboots... en uh, niet nog een langer... elke keer diezelfde serie... voorzetten, voorzetten, voorzetten. Um, en ik denk dat Microsoft... ook wel het voordeel van die hele... Master Chief Collection heeft gezien. Dus wat dat ook doet, ook financieel. Ja. En ook gewoon qua... Um, uh, ja, qua, qua commercieel model. Ja, um, zeker. En ik denk dat er best wel... wat waarde in zit voor Microsoft. Uh, gewoon uh, commercieel gezien. ...om die oude Gears of War's... ...weer eens nieuw leven in te blazen. En vooral met die multiplayer's... ...om dat eens dus weer nieuw leven in te blazen. Ja, nou ik kan ik me iets bij voorstellen. En um, Gears of War 1, 2 en 3... ...remake campaign, Evil. Ben jij erbij vanaf dag 1? Um, als het echt een goede remake zou zijn... Een beetje, ...een beetje dezelfde treatment... ...als wat de eerste deel oorspronkelijk al heeft gehad... ...dan, uh, dan ben ik zeker wel van de partij. Ja. Ja, ja, ik ook. Zeker weten. Jeff, nou, maar ik, ik denk ook zeker dat zij met, met een nieuw project bezig zijn. Uh, die geruchten die zijn al uh, zo lang. Of uh, dat weten we eigenlijk dat ze gewoon met een, een, een nieuwe IP ja. bezig zijn. Uh, dat speelt ook al zo lang. Dat, dat, ja, dat is ook wel een keer tijd om daar wat van te zien. En uh, dan ja, vind ik het wel interessant om te kijken van ja, welke kant gaan ze op. Hè? Ze, ze, ze hebben nu volledig op die, uh, natuurlijk altijd op die shooters gericht. Uh, gaan ze wat nieuws proberen? Gaan ze ook de RPG-kant op? Want um, Microsoft heeft dat natuurlijk wel, of Phil Spencer heeft dat ook een jaartje geleden of twee jaar geleden gezegd: van ja, we zijn toch wel bezig om uh, wat meer met die RPG's te gaan doen. Nou, daar hebben we de laatste tijd wat minder van gehoord. Maar misschien dat het ook een hint is naar die game die in de ontwikkeling is bij de coalition. Um, en uh, dat lijkt me ook <laughs> wel een, een logische inzicht. Je zult ineens te denken krijgen we de aankondiging dat de coalition de FIFA-licentie heeft gekregen. <laughs> oh, <fuck laughs> ja, precies. <laughs> ja, game. Maar Goed, nou dat. Uh, dat je met Marks Phoenix right. daar over het veld rondloopt. <laughs> ja, ja Messi, dat zou kunnen. Dan krijg je een beetje mario Strikers voetbal, maar dan met Jesvoort. Uh, <laughs> voor. Ja, met mee Ja, erbij, zeg maar. Ja. Jeff, ja. hey, laten nee. we uh, door naar de volgende studio. Ja, ja, precies. Ja. Um, ja, de, ja, volgens mij eentje wat, uh, wat in ieder geval in, in jouw hartje zit... ...of in je, in, in je ziel gegrift zit, denk ik. Dat is natuurlijk Rare. Um, ja, die nu nog uh, volop bezig is met uh, Sea of Thieves. Um, ja. Nou ja, wat daarmee aan de hand is, dat, dat kun jij misschien straks beter vertellen. Maar uh, ze hebben natuurlijk onlangs ook een nieuwe game aangekondigd, Everwild. Waar we ook al een poosje niks van hebben gehoord... En uh, ja, de vraag is, gaan we daar nu wat meer van zien? Laatste wat we daarvan hebben gehoord is 2,5 jaar geleden een uh, trailer. En sindsdien mm -hmm. is dus. het niks. Ja, en uh, berichten hè, dat ze terug... Uh, ergens afgelopen jaar terug naar de tekentafel gaan zijn. Dat ze niet uh, tevreden waren met het uh, ontwikkelproces mm. tot dusver. Dat ze eigenlijk drastisch uh, het roer hebben omgegooid. Uh, um, ja, deze game daarvan was. Tot nu toe het idee, die gaat in 2022-2023 uitkomen. En dat kan ik me bijna niet meer voorstellen, aangezien die berichten over dat ze opnieuw zijn begonnen met de ontwikkeling uh, nog helemaal niet zo heel lang geleden um, uh, ja, naar buiten zijn gebracht. Um, ja, ik, ik, ik weet het niet zo goed. Kijk, ik kan dus ook niet op basis van de beelden die we eerder gezien hebben, zeggen of dat nog de koers is uh, waarop ze aan het varen zijn. Um, ik merk dat ik heel veel zee-spreekwoorden uh, gebruik. Dat komt natuurlijk een <laughs> beetje door het Sea of Thieves gehalte. Dat er, zit er toch een beetje in, maar, hè? Ja, ja het, zit er, het zit er gewoon in. Dan. Het is mijn hele geheugennetwerk ja. met zee, water, zijde, is geactiveerd. En dan krijg je al dat soort uh, spreekwoorden. <laughs> maar nee, ik, uh, ik weet het gewoon niet met Everwild. En uh, dit is wel een game. waar ik heel erg veel zin in zou hebben. op basis van de enige en de eerste beelden die we gezien hebben. Ja. Um, maar goed, voor hetzelfde geld gaat het een hele andere kant op. Dus um, ik denk dat we gewoon snel door moeten gaan naar de volgende studio. Want voor wat betreft sea of Thieves is er eigenlijk geen nieuws. Die mensen die werken gewoon aan updates, um, uh, uh, seizoenen uh, die telkens uitkomen. Nou, we hebben vorig jaar natuurlijk de Pirate, uh, hoe heet het nou? Met uh, Johnny Depp? Nou, nah, niet met Johnny Depp. Pirate Slide. Ja, dankjewel Matthew. Pirates Live update gehad, uh, vijf grote taalteels. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat dit jaar gaan overtreffen met nog een keer zoiets. Dus ik uh, verwacht op dat front niet zo heel veel nieuws. Ja, um, nee, en, en in een studio waar uh, we in ieder geval van weten, die zijn lekker bezig met iets, um, waar ook superveel talent zit en waar, wat eigenlijk een soort van sleeper studio van, van Microsoft is geworden. Die nog niks heeft laten zien, maar waar we, waarvan we wel weten, daar zitten um, echt toptalenten van, van eigenlijk de, de Microsoft Studios. Dat um, is die initiative. En um, ja, wat we dus weten, dat is dat zij bezig zijn met de nieuwe Perfect Dark. En daar hebben we dus ook een trailer van gezien in anderhalf jaar geleden geloof ik. Um, ja. En uh, ja, hiervan is het ook weer wachten op van, ja, wat zijn hier de volgende stappen. Dus dit is ja. wel weer eentje, de, de zoveelste in uh, waarvan ik zoiets zeg van, oké, okay, die zou zo, zo maar eens... dit jaar denk ik niet, maar misschien over een jaar of twee jaar... maar dat we nu wel iets meer van gaan zien al. Ja, en hey, laten we even de balans opmaken... Hè? want we hebben nu een studio of vijftien besproken. Eigenlijk weten we dus nog vrij weinig over games... Die, hè? De, de games die we tot nu toe genoemd hebben... Laten we daar duidelijk over zijn. Volgens mij zijn dat allemaal potentiële topgames. Um, maar weinig games tot nu toe waarvan we overtuigend zijn dat die uh, dit jaar gaan uitkomen. Behalve dat we natuurlijk bij de volgende studio, en dat is helemaal in jouw straatje, Jeff. Van jou weet ik het niet zeker, Matthew, ik denk het niet. Maar dat is natuurlijk de studio Turn 10. Met Forza Motorsport 8. Uh, nou, waarschijnlijk gaat het niet zo heten. Hè? Het zal gewoon Forza hey, Motorsport zijn. Sterker weten. nog, ze hebben al aangegeven dat het geen nummertje gaat krijgen. Maar dat het echt weer Forza Motorsport gaat heten. En dat heeft ermee te maken dat zij. Uh, ja, weer ook als een soort van reboot te werk willen gaan. Dus ze willen het ja. weer uh, uh, opnieuw gaan uitvinden. <kijkt> nou, dat betekent in ieder geval dat we. Uh, niet een opgepoetste versie van Forza Motorsport 7 krijgen. Maar dat er wel wordt gewerkt aan een, aan een hele nieuwe engine. Um, dat uh, alles weer opnieuw wordt bekeken eigenlijk. En mm -hmm. uh, dat het qua gameplay ook net wat anders gaat zijn. Um, ik heb hier een weekje of twee geleden heb ik eens dus wat verder in verdiept. van ja Wat houdt dit nu precies in? Hè? Wat kunnen we dan verwachten? Uh, dit is een game waarbij Microsoft waarschijnlijk ook heel erg wil inzetten op het Games as a service principe. Um, want multiplayer, dat wordt gewoon heel erg belangrijk voor deze. Uh, ja. Voor alle voorgaande mot Forza Motorsports uh, was het wel vooral gericht op, oké, okay, ik doe mijn eigen ding op mijn eigen baantjes. Um, hier, en dat benadruk ik ze eigenlijk keer op keer. Dus elke blogpost die erover gaat, waarin ze wat loslaten, gaat over uh, die online experience. Die is super belangrijk en we willen er gewoon voor zorgen dat die goed in elkaar steekt. En het laatste, zeg maar, de laatste update die we ervan hebben gehoord, want dan gaan we het hebben over, oké, okay, kunnen we die ook gaan verwachten dit jaar? Uh, de laatste update is van december 2021, waarin ze terugkeken op Fossa Horizon 5 en dat daar nog wat aan wordt ontwikkeld. Um, maar ook zeg maar, vooruitkijken naar Fossa uh, Motorsport, uh, dat daar nu vo volledig mee getest wordt, dat ze alle tijd willen nemen die ook nodig is om ermee te testen. Um, maar dat er al in een best wel verder gevorderd stadium mee getest wordt. Um, nou ja, dat doet mij in ieder geval wel overwegen dat hij dit jaar kan uitkomen. Ja. Um, dus ik verwacht hem of dit jaar of volgend jaar. Maar gezien de, nou ja, eigenlijk de hele staat van uh, alle games van, van Microsoft, denk ik dat ze wel met een knallen willen komen dit jaar. En dat zou zomaar een dus Forza Motorsport kunnen zijn. Die lijkt mij ook het uh, meest kansrijk. Uh, Ivo, volgens mij ben jij niet per se een, uh, een racefanaat. Uh, waar het gaat om games. Uh, is er een titel waar jij naar uitkijkt? Ja, ik ben op dit gebied. Als ik, als ik echt racegames speel, dan zijn het echt arcade races. Echt gewoon echt to and true arcade races. Dus dan is een ja, portemonnee sport dus niet wat bij mij in straatje past. Nee, precies. En uh, hoe schat jij de kans in? Want je volgt de nieuws natuurlijk wel uh, op de voet. Nou oh ja, ik denk, want heel veel mensen gingen ervan uit dat deze game eigenlijk vorig jaar zou komen in plaats nou. van uh, zou reizen. Dus ik gok, ik denk eerlijk gezegd wel dat deze misschien wel ergens tijdens de, uh, ja, uh, wat is Hoe noemen we dat, uh, de, 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 de laatste periode van het jaar wel uit zou kunnen komen. Ik denk in december. Ja, ja. ja ik, ik zie dit als de meest kansrijke titel voor uh, voor dit jaar, waar het gaat om de Xbox Game uh, Studio games. Um, een andere kansrijke titel, niet per se voor dit jaar, maar wel om hoge ogen te gooien, is de game van Undead Labs. En daar hebben we het natuurlijk over State of Decay 3 inmiddels. Uh, we hebben gezien eigenlijk dat uh, deze studio um, ja, de State of Decay 2 prima heeft weten te onderhouden. Uh, de game werd naarmate de tijd vorderde steeds beter. Er kwamen kwalitatief goede. Uh, content updates de werelden werden uitgebreid er kwamen nieuwe characters bij uh, visueel werd deze game uh, heeft een flinke upgrade gekregen uh, qua performance is deze game ten opzichte van rondom launch beduidend verbeterd um, dus eigenlijk ja uh, yeah, is dit uh, was state of the gate 2 een uh, wijn die tijd nodig had om te rijpen um, State of the Kate 3, daar hebben we ongeveer twee jaar geleden de eerste beelden van gezien. En die waren behoorlijk uh, indrukwekkend. We zagen een hele grote open wereld. Nou, dat is wel een beetje in, in lijn met de, de verwachting. Maar we zagen een hele mooie, berg, uh, ja, hele mooie berggebieden. Veel sneeuw. Um, ik had zelf uh, bij deze ja, cinematische trailer veel meer. Nog veel meer dan bij State of the 2 een survival gevoel bij deze game, ja, dat zou mij wel aanspreken. Hoewel ik wel hoop dat ze het uh, ja, het campbuilding en campmanagement erin houden, had ik hier veel meer het gevoel dat je echt op verkenning uitgaat en dat overleven uh, ja, nog meer centraal staat in deze, uh, in deze uh, ja, titel. Um, ik heb niet het idee dat deze game dit jaar gaat uitkomen, maar dat dat nog wel een zomaar twee jaar zou kunnen duren. Maar ik laat me graag verrassen. Um, mannen, hebben jullie State of the K2 gespeeld? En heb je een beetje zin in dit derde deel? Jeff. Ja, ik, uh, State of the K2 heb ik wel een post gedaan. Dat was nog wel echt in de vroege dagen. Ehm. Um... In de tussentijd niet verder weer opgepakt. Alleen ik heb het wel een beetje in de gaten gehouden van uh, wat, wat doen ze daar nu eigenlijk. Um, en ik zie wel dat ze uh, ook met State of Decay 2, eigenlijk een soort van state of decay 2.0. 2 uh, uiteindelijk hebben neergezet. Dus ze zijn continu met hele goede updates gekomen uh, om die game beter te maken. Ook visueel aangewerkt om het uh, meer up to par te krijgen. Um, ...ook wat meer aan de gameplay toegevoegd. Dus ja, dat... ...dat geeft in ieder geval een goed gevoel over de studio. State of Decay 3. Ja, we zagen die trailer vorig jaar. En mm -hmm. um, ja, ik had direct zoiets van... ...ja, dit, dit duurt nog jaren, joh, dit. Dit, dit is een beetje ja. net, net zoals met The Elder Scrolls. Ja. Um, en de um, Elder Scrolls 6 is echt iets waar de hele wereld op, op wacht. State of Decay 3 is niet zozeer iets waar de hele wereld op wacht. Dus ik had zoiets van, ja... Was het nou echt nodig geweest? Nee, uh, nee, een leuk had, uh, moment, ja. maar uh, ja, redelijk, uh, redelijk niet zeggend hoor, vond ik. Ja. Nee, dus goed, daar gaan we nog meer. Uh, goed, nou, ik weet eigenlijk niet, waarschijnlijk gaan we daar niet eens wat over horen, deze uh, showcase. Uh, maar wordt dat doorgeschoven naar volgend jaar? Uh, Jeff, we hebben nog een uh, studio of acht, uh, volgens mij voor. Uh, ...voor ons in het vooruitzicht. Um, waar wordt nog meer aan gewerkt? Welke studios hebben we nog? Ja, dus um, we hebben een studio... ...waar we als Xbox-gamers nooit mee te maken hebben gehad. Maar die, die wel heel erg groot is voor Microsoft zelf. Dat is World's Edge. En die werken eigenlijk exclusief aan Age of Empires. Uh, nu is Age of Empires 4 is afgelopen jaar uitgekomen. Uh, die game werd ook best wel goed onthaald. Um, maar het is een PC-game. En... Um, ik denk dat dit een hele grote kans hebben is dat hij een Xbox sport gaat krijgen. Dus ik denk dat de kans heel erg groot is dat we hier het aankomende jaar uh, een, 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 een aankondiging voor de Xbox uh, voor gaan krijgen, voor Age of Empire 4. Hm. Oké, okay. nou ik, uh, ik ben benieuwd. Ik weet niet uh, of dit een game is die zich gaat lenen om met een controller uh, te spelen, met een controller. Uh, maar goed, er zitten genoeg knappe koppen en het zou uh, niet, het eerste, uh, niet de eerste game in dit genre zijn dat toch uh, erin slaagt om uh, Halo um, Wars. een goede poort. Ja. Wat zei je? Ik zei Halo Wars. Was ook prima, gewoon qua consoles ja. en zo. Ja. Red Alert series. Ja. 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 Nou, dat zou, dat zou mooi zijn, een mooie verrassing. Um, goed. Hey, um, laten we doorgaan. <coughs> Bethesda Softworks. Uh, ja. natuurlijk een van de studio's na de meest recente overname werk aan drie titels, Starfield die zou 11 november uitkomen die is uh, 11 november dit jaar uh, de, de grote game van Todd Howard en zijn team um, eigenlijk zou dat ook de game van de Xbox Game Studios voor überhaupt dit jaar worden maar die is helaas uitgesteld naar Q1 2023 en we mogen zeker wel een gameplay trailer verwachten tijdens de Aankomende showcase van 12 juni. De Elder Scroll 6 is al een beetje gepasseerd, afgelopen half uur. Uh, is natuurlijk een titel die twee, drie jaar geleden is aangekondigd uh, met alleen het logo. En uh, waarschijnlijk nog vele jaren van ons verwijderd. Maar, gaan we niks van zien? Uh, gaan we niks van zien. Maar dus wel goed om te weten dat Bethesda Softworks daaraan werkt. Evenals Fallout 76, een titel die natuurlijk geflopt was rondom release, zich daarna heeft weten te herpakken. Uh, Zieltjes heeft weten. Uh, ja, opnieuw weten te winnen voor zich. En uh, ja, met. nou, nagenoeg maandelijkse. updates. Uh, daar nu inmiddels toch een behoorlijk stevige game staat. met een fanatieke community. En uh, we zullen ongetwijfeld wat meer ho horen. over de roadmap voor 2022 en 2023 van deze titel. Dan uit de koker nog steeds van Bethesda Zenimax. Hebben we IT-software, die we natuurlijk kennen van alle Doom-games. Um, en die werken aan een project um, zonder titel, of in ieder geval bij ons nog niet bekend als titel. Of dat een nieuwe Doom gaat worden, of een remake van Kreek. een van de vele franchises van hun. Ik heb geen idee, dit is totaal niet mijn genre. Uh, Matthew, heb jij een idee, IT-software, waar ze aan zouden kunnen werken? Slajd bedoeld, ja. Er zijn er misschien geruchten over een, een Quake remake... ...maar voor de rest, ik heb echt geen idee. Dat zou ja, inderdaad ziet, Als je ziet hoe goed uh, Doom het doet... ...en um, dan, dan, ja... Ik zou zeggen, van dan is een kwestie van tijd... ...voordat we ook dingen over Quake gaan horen. En ja. um, dat is ook het leuke. Um, misschien is dat wel weer een soort nieuw terrein... ...voor uh, it's zover. Maar Quake was natuurlijk back in the days... Uh, ...was dat ook de multiplayer game en de land party game en daar werd zo er zat zo'n community zat omheen um, als ze dat ook weer weten aan te zwengelen dan uh, dan zou dit ook zo eens, uh, ook weer zo'n zo'n games as a service achtige titel kunnen gaan worden ja ik vraag me eigenlijk af want als ik een beetje moet gaan kijken naar hoe naar mijn idee de, de multiplayer van doen zelf uh, ontvangen is zeg maar die is die is nog niet echt van de grond afgekomen nee dus. precies nee Nee, en natuurlijk is Quake wel echt bij uitstek hun multiplayer-titel altijd al geweest. Uh, maar ja, dat, dat moeten ze wel goed weten aan te zwengelen, denk ik. moeten ze wel goed weten ja. uit te pakken. Nou, nou we, we gaan het zien, jongens. Ja, In de, de chat geeft uh, Ice, die geeft aan, nou, uh, Rage 3 zou misschien nog wel een, een optie kunnen zijn. Rage 2 is denk, is denk de... ik inmiddels alweer ja. drie jaar geleden geweest. En dat ja. was natuurlijk gewoon een prima game, dus een... Uh, en uh, ja, vervolg daarop uh, zal zeker wel gewaardeerd worden. Uh, volgende studio is Arcane Studios, die we natuurlijk kennen van Redfall. Wat deze zomer uit zou komen, maar net als Starfield uitgesteld is naar Q1 van 2023. Tijdens de Xbox Empathessa Showcase zullen we gameplay van Redfall gezien. Dat zal, ja, is één ding dat vrij zeker is. En ik hoop toch eigenlijk wel een release datum ergens voor januari of februari. Ook kennen we arcane Studios van de PlayStation Timed Exclusive Deadloop. Die vorig jaar behoorlijk wat nominaties qua awards heeft binnen weten te slepen. En naar verwachting is het een Timed Exclusive van een jaar. Wat volgens mij betekent dat wij ongeveer rond september, laten we zeggen oktober... deze game wellicht wel gepoord zullen zien naar de Xbox. Ja, um, ja, dit is gewoon een zekerheidje. Hè? Dus we, we zeggen van, oké, okay, wat, wat voor Xbox-titels komen dit jaar uit? Nou, deze gaat echt uitkomen, naar de Game Pass komen. Ja. En, uh, die deze komt, in komt in uit dag. het beta-programma ja. en lanceert, heeft een zachte landing op de Xbox dit najaar. Jeff, wat voor studio's hebben we nog meer eigenlijk? Ja, dat komen we nu een beetje in de, wat duistere, of de, zeg maar, de, 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 zeg maar de, de studiootjes die, zeg maar, onder op de stapel liggen. Ja. Um, dat wil niet zeggen dat ze, dat ze minder interessant zijn, want we hebben bijvoorbeeld uh, Tango Gameworks um, en die kennen we bijvoorbeeld van The Evil Within franchise, uh, wat natuurlijk een, ja, gewoon een, een, een top serie is geweest. En uh, ja. ja, die werken nu aan Ghostwire Tokyo uh, en dat is natuurlijk wel een beetje een, een, een vage Um, en de vraag is: van ja, wanneer komt die? Want dit is een beetje vergelijkbaar met Deathloop, uh, Goes Wire Tokyo. Uh, ik weet niet of die al gereleased is op de PlayStation. Inmiddels? Uh, ja, die is nu een ja, denk, ja. Uh, paar maandjes geleden. Ja, ja. wel, wel heel zal... recent nog, maar... ja. Kijk, en, en uh, daar zullen ze natuurlijk aan werken om die ook naar de Xbox te krijgen. Dus die zal ook, nou ja, het zal ook weer Timed Exclusive zijn. Dus die zal dan ja, eind 2022, begin 2023 ook naar de game, uh, naar de naar Xbox komen. En misschien dat we daar al wat van zien. Um, maar het uh, zou ook best kunnen zijn dat we echt iets nieuws in de, de, van de Evil Within franchise uh, te zien gaan krijgen. Want uh, nee. dat, is, dat is de laatste. Was ook al een paar jaartjes geleden. Dus uh, die is er op zich ook alweer aan toe. Ja, ja zeker. Um... Nou ja, goed, we gaan het zien, jongens. Uh, nog twee studio's en dan nog een aantal Xbox Publishing uh, games. Uh, we hebben natuurlijk nog Machine Games, die. Uh, uh, nou ja, goed, we hebben daar twee jaar geleden een eerste aankondiging van een Indiana Jones games uh, gezien. Ik dacht voor deze wel een release winnen van 2022, maar niet 100% overtuigd ben ik, uh, ben ik daarvan. Uh, ja, Van deze game mogen we toch wel wat meer gaan zien, denk ik. Nu ja, precies. Ja, en dit is wel echt zo'n sleeper, natuurlijk. hè. want uh, Indiana Jones, dat is geen kleine titel, um, en uh, ja, het gaat dus gewoon om een heel nieuwe game. Dus ja, ik ben wel benieuwd wat het wat gaat brengen. Ja, ja. ja, ik ben ook wel een beetje van mening, zeg maar dat omdat het een hele bekende IP is, zeg maar een eentje die ook eh, bijna niet gebruikt wordt. Dat is eigenlijk een beetje een. Ja, hetzelfde uit de hoek moeten gaan komen zeg maar, als wat PlayStation doet met hun uh, IP zeg maar, van bekende uh, franchises. Zeg maar ze bijvoorbeeld noemen van Spider-Man of zo. Als ze dat met deze ja, IP ook zouden kunnen doen, dan hebben ze op zich heel veel potentie om dat toch wel heel zieltje ja, te winnen. Ja, ja. ja zeker. Ja, zeker weten. ja, dus laat ze er vooral ook de tijd van nemen. En uh, nou goed, we Machine Games uh, kennen we van de Wolfenstein franchise. Er zal ongetwijfeld aan de Wolfenstein 3 gewerkt worden. Uh, daar hebben we nog geen enkel idee van wat daar een eventuele releasedatum van zal zijn. En we hebben daar, naar mijn idee, ook nog nooit beelden van gezien. Uh, maar goed, dat ze een uh, goed team in huis hebben, dat, uh, dat is één ding dat, uh, dat zeker is. Um, en daarmee zijn wij rond. Nee, Zenemax online. Zenimax natuurlijk, ja. Zenemax online zelf. Met de Elders Call online, de Never Ending Story. Met uh, ja, toch al ieder jaar wel een nieuwe update. Een flinke update ook. Uh, ja, ik zou ze niet eens kunnen noemen, want ik, uh, ik speel deze hele game niet. Uh, maar ik weet bijvoorbeeld van oud-redacteur Glenn, die heeft deze game wel fa uh, vrij fanatiek gespeeld. Die was altijd heel erg onder de indruk van, uh, van de updates die ze uit weten te brengen. Um, ja, dus daar wordt aan gewerkt en nog een, uh, volgens mij nog een, een onaangekondigd project, Jef, dacht ja. ik. Ja, precies. Dus het zou maar zo kunnen zijn dat we hier ook eens een keer iets nieuws van, van gaan horen. Kijk, Cinemax Online is natuurlijk al sinds jaren en dag bezig uh, uh, met uh, die Elder Schools Online. Um, maar ja, die, die, die kunnen ook wel eens een keer met een nieuw project uh, uit de hoge hoed komen. Ja. Um, ja. Dus ja, uh, ik denk dat we zo ook nog wel even gaan hebben over uh, de andere, de, de, de niet-Xbox Studio-games, maar wel, waar Microsoft wel zeg maar, een, uh, uh, een, een first-party afspraak video. mee heeft. Ja. Maar um, ik denk dat er nog heel veel wel in het vat zit. Dus als je kijkt naar uh, Microsoft, um, hoe noemen we die, die marketinggast, die uh, wat uh, grotere gast? Aaron. Aaron Greenberg, inderdaad. Ja. Die uh, gaf aan van: uh, Ja, hoe lang moet onze show duren? Moet die uh, twee uur duren of tweeënhalf uur? Voor mij was het iets, iets van die twee. Of anderhalf of twee ja. uur. Ja. Er zat ook een eentje van vijf uur bij, volgens mij. Oké, dan. <laughs> maar dat geeft wel aan dat ze dus wel materiaal hebben. Dus ze hebben genoeg om hun show mee te vullen. Uh, de vraag is: van, Ja, wat gaan ze daarin proppen? Maar dat betekent dus. Hè, we, we hebben het afgelopen uur hebben gepraat over al die ja, games die in ontwikkeling zijn... waarvan we niet weten of ze dan dit jaar komen. Misschien gaan we er wat van zien. Misschien komt die ergens volgend jaar uit. Um, dus er is heel veel over gespeculeerd. Maar ik weet in ieder geval zeker dat we een deel daarvan gaan we echt nu wel zien. Dus een deel ja. van waar we over gespeculeerd hebben, dat gaan we echt terugzien. Uh, daar gaan ze ook echt die show mee vullen. En ja. Uh, ja, hopelijk zit daar ook gewoon een, een paar verrassingen bij die dan ook en een aankondiging krijgen en direct een release window erachteraan van mi misschien wel later dit jaar uh, of begin volgend jaar. Ja, absoluut. All right, hey, ik denk dat we uh, dit topic uh, gaan afronden. Dit, um, eh, goed, de, er zijn nog twee andere games aan gewerkt wordt onder de vlag van Xbox Publishing en dat is As Dusk Falls. En contraband. Beide kun je behoorlijk wat over terugvinden op onze website xboxNederland.nl. Als je daarop zoekt, dan, uh, dan kom je deze titels tegen. En bijvoorbeeld voor ja. Dusk Falls hebben we ook een dossier aangemaakt met alles wat we over deze game tot nu toe weten. Ja. Um, en nou, nog even zijn we, nog één nieuwe titel waaraan gewerkt wordt met uh, Io Interactive, die is van, van de Hitman franchise. En die werken ook aan een first party titel van Microsoft. Oeh, kijk, dat is ja. nieuw. Nou, hartstikke mooi. Hey, uh, mocht, je, uh, uh, mocht je het nieuws op onze website van afgelopen week nog niet gelezen hebben. en je wilt toch graag even in één minuut. op de hoogte zijn van een aantal leuke nieuwtjes. dan is dit het moment om even uh, op te letten, want uh, we, ik neem ze even heel kort voor jullie door. Uh, het eerste nieuwtje gaat over de query. Mocht je uh, die game, uh, nou, die op 10 juni uit gaat komen, op je vizier hebben staan en je hebt veel zin om die game te spelen, wees gerust. Deze spirituele opvolger van Until Dawn kun je nog steeds gaan spelen. Maar voorlopig niet met anderen. Want de online multiplayer mode is uitgesteld tot 8 juli. Dus dat is ook wel te overzien, toch? Ik bedoel, dat gaat over een kleine maand. Uh, maar goed, het is uitgesteld zonder duidelijke reden. En uh, ja, je zult nog heel even moeten wachten. Waar je ook nog even op moet wachten, um, is de eerste uitbreiding van Oli Oli. Een van mijn favoriete games van 2022 tot dusver. En dat is namelijk Oli Oli Void Riders. De eerste uh, uitbreiding. Die moet op 15 juni uit gaan komen. Ik kun je lekker uh, je skateboard weer even oppoetsen en lekker over al die halfpipes heen knallen en je beste tricks laten zien. Um, verder een interessant nieuwtje deze week naar buiten gekomen. Bloober Team, je kent het misschien nog wel van de Blair Witch. Die hebben kennelijk voordat ze aan de ontwikkeling van Blair Witch begonnen... op een uh, kantelpunt gestaan dat ze moesten kiezen... gaan we een Saw game maken of gaan we een Blair Witch game maken? En ze kozen uiteindelijk voor een Blair Witch game omdat het thema hun... Meer aansprak. Maar mocht jij nou liever een saga-game gezien hebben, uh, ja, dat is dan heel jammer. Want dat was dus wel een discussie binnen Kamers. En uiteindelijk hebben ze voor Blair Witch gekozen. En uh, nou ja, goed, of er ooit een saga-game nog gaat komen, daar is het helemaal niet over gegaan. Uh, maar uh, vonden we een leuk nieuwtje om uh, met jullie te delen. Wat ook een leuk nieuwtje is, en dat is dan met name voor de Call of Duty fans onder ons, dat is dat Call of Duty Modern Warfare 2 is aangekondigd. Op onze website kun je daar al kort iets over lezen. En die heeft inmiddels ook een release-datum gekregen, namelijk van 28 oktober. Dus dat is nog een goede, wat is het, uh, een kleine vier, 5 maanden wachten. En dan kun je lekker met de nieuwste Call of Duty aan de slag gaan. En ik denk dat veel mensen er blij mee zijn dat het... Uh, om de Modern Warfare gaat. Want de Tweede Wereldoorlog, daar zijn we toch wel een beetje klaar mee. En uh, die Advanced Warfare, die was toch beduidend minder positief ontvangen. Dus dit, um, dit is een mooie mooi vervolg op een van de favoriete Call of Duty games van de laatste tien jaar. Um, laatste paar nieuwtjes nog voordat we naar de reviews gaan. Uh, it, het is volgende minuutje gaat over Lord of the Rings. En dan om precies te zijn over Gollum. Uh, die game die is natuurlijk al een hele tijd geleden aangekondigd. En uh, het was alleen nog maar wachten op het verlossende woord van Dadalek Games. Op een release datum van deze verhaal gedreven stelt game. En die is er eindelijk. En dat is 1 september 2022. snel. En uh, nou, ik denk dat we Gollum allemaal een heel tof character vinden... Uh, tenminste mocht je de Hobbit, uh, de, Hobbit uh, de drie delen van de Hobbit gekeken hebben en de drie delen van Lord of the Rings. En is is natuurlijk heel tof om met uh, Gollum een game te gaan spelen. Positief nieuws is ook dat Starker 2, dat de ontwikkeling daarvan weer hervat is. Het team is natuurlijk in februari door uh, de oorlog die Rusland begonnen is... Het land uitgevlucht. Uh, of ik weet niet of dat voor het hele team geldt. Maar in ieder geval een aanzienlijk deel van het team. Het lijkt erop dat zij een uh, onderdak hebben gevonden in Tsjechië. En zij hebben laten weten. Uh, dat de ontwikkeling weer hervat is. Wat dat wel of niet betekent voor de release datum. die voor half december staat. dat weet ik niet. Uh, ga er maar vanuit dat die uitgesteld gaat worden. Daar hebben we natuurlijk alle begrip ook voor. En uh, ja, wanneer die wel. Uit gaat komen. Dat zullen we, denk ik, ergens komende maanden horen. En, en tot slot nog twee nieuwtjes. Het een gaat over toch wel The Goat Game, de game of all time, Sea of Thieves. Die hebben een nieuwe uh, adventure um, uh, beschikbaar gesteld. Die is voor de komende twee weken te spelen. Je kent het wel. Uh, Verhaal gedreven, time limited content, getiteld Lost Sands. En in Los Sands ga jij over het lot van de meest legendarische outpost die er in de CFTs te vinden is. En dat is natuurlijk Golden Sand outpost. Wij als community mogen gaan bepalen wat daarmee gaat gebeuren. Dus wil je daar een stem in hebben, dan is dit je moment. Pak uh, je bootje, drijf af en uh, meng je in het uh, conflict. En tot slot. En uh, nou, ik zit helemaal niet in deze franchise, dus Jeff of uh, Matthew, vul me aan. Klopt het nou dat Microsoft Flight Sim een Top Gun DLC gelanceerd heeft? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik bedoel, gaan we dan met een brilletje op uh, loopings lopen maken door de lucht? Of wat is het idee? Ja, nee, uh, inderdaad. Het is natuurlijk volledig in stijl voor de, de nieuwe Top Gun film uh, die uitkomt met uh, natuurlijk Tom Cruise weer. En um, ja, het, het is echt een soort van promotie. Maar ja, wat je kunt verwachten is dat we met die vliegtuigen uit de film uh, nu ook in de echte wereld kunnen rondvliegen. Uh, dus dat betekent dat je die eigenlijk met uh, alle modellen, alles erop en eraan kunt bevliegen in uh, flight simulator. En nou okay. weet ik niet of dit een gratis DLC is of dat het een betaalde is. Uh, maar ik dat is in ieder geval de niet. Dat het gratis inhoud. is. Ja, dat hij in de gamepas zit. Ja, weet je, het is tevens is ook promotie. Hè? Ik bedoel, ik heb precies van, als je dan toch iets wil promoten... dan moet je het niet uh, achter een paywall zetten. Dan moet je gewoon zeggen van, hey, het is gratis, hier promoten we nee Nee, het, het is gratis. Ja, ik zie ja, het. free to play. Oké. Okay. Kennen we en... ook Schieten dan? Vraagt Picnic in de chat. Ja, ik weet het niet, jongens. Uh, ja, het is in ieder geval niet. even de moeite waard om daar komende weken eens even in te duiken... en dat we daar volgende week wat meer over uh, kunnen vertellen. Volgens mij is die ook pas net beschikbaar, vandaag of gisteren gelanceerd... Dus uh, laten we daar volgende week op terugkomen. Ik denk dat uh, deze, uh, deze game wordt zo goed ondersteund uh, vanuit uh, Microsoft en Asobo. Uh, dat verdient het wel dat we daar toch nog eens even lekker in gaan duiken. Hey, we hebben een hele leuke vakantievraag van Martin Spayer. Die nemen we mee naar volgende week. En dan gaan wij uh, na de reviews, om daarna natuurlijk af te sluiten met wat we zelf gespeeld hebben. Maar eerst de reviews en de reviews in progress. <tus> Ja, oh, yes, sorry, knop. Ja. Bent u het ook zo zat? Dat reviews zo kort van stof zijn en geen inhoud hebben. Wil je iets beters lezen? Ga dan naar xboxnederland.nl Yes. Ja, je hoorde het al bij de intro van deze podcast dat uh, Sniper Elite 5 gespeeld is. En die hebben we ook gereviewd. Afgelopen pak en beter anderhalve week uh, mocht ik al in het Frankrijk van de jaren 40. Um, gaan vertoeven en wel te verstaan aan de westkust. En um, ja, ben ik in de huid gegropen van Carl Fairburn. Het was mijn eerste kennismaking met Sniper Elite 5. En op onze Discord hoorde ik al dat dit toch een legendarische man is. die de franchise groot heeft weten uh, te brengen. Uh, voor mij was het een, uh, de eerste keer met de, met de Sniper franchise. En ik, heb, ik moet eerlijk zeggen dat ik, uh, dat ik blij verrast uh, was niet vanwege het verhaal, want mijn god, wat is dat, een dertien in een dozijn tergend <laughs> verhaal zonder inhoud met ik ben goed en de rest is slecht en in mijn eentje ja. red ik de wereld. Helemaal niks voor America. mij. Ja, echt hoor. Man, 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 wat een slecht verhaal was dit zeg. <laughs> uh, maar Sniper Elite spelen we natuurlijk niet voor het verhaal, maar vooral voor de mooie werelden en de hele dikke actie. En om maar met dat eerste te beginnen. Die werelden, jongen. Ik was wel heel erg enthousiast over. Uh, die fotogrammetrie techniek, als ik het goed uitspreek, die ze toegepast hebben om eigenlijk uh, 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 yeah, real uh, wereldbeelden in de game te implementeren. Ja, die hebben ervoor gezorgd dat, je echt het dat ik in ieder geval echt het gevoel heb gehad van dat ik door hele authentieke, zeer gedetailleerde Franse dorpjes, boerderijen, fabrieken, beekjes, slootjes, bergen enzovoort. Ja, door hele mooie landschappen aan het trekken was. Met mijn sniper en dertig andere wapens, die ik uh, in de afgelopen twintig uur in deze game gevonden heb. En um, ja, ik, waar ik vooral zo over te spreken ben in deze game, is dat open wereld karakter. En nou is het natuurlijk niet de eerste open wereld game die ik speel. Um, maar uh, ja, een game die zo sterk leunt op de shooter-actie. En dan uh, stelt en strategie die veel gevraagd worden om uh, je objectives te halen uh, op een aantal vaste locaties en die je dan eigenlijk op verschillende manieren uh, kunt voltooien. Hè. Dus je kunt inderdaad vanaf hogere plekken je sniper erbij pakken, proberen al je enemies te maken en ze één voor één uit te schakelen. Uh, maar vaak is dat niet genoeg. Je zult ook uh, behind the enemy lines moeten gaan. Uh, met je uh, pistol of met je uh, andere close combat wapens, enemies moeten uitschakelen. En juist die variatie. Um, ja, daar was ik heel erg over te spreken. En um, ja, de shooteractie uh, liep, liep gewoon prima, wat mij betreft. Ik vond hier en daar de bewegingen wat stroef. Ik heb ook in mijn artikel schreef ik ook dat ik de sweet spot voor het instellen van de. Sensitiviteit van de controls nog niet helemaal gevonden heb. Um, maar al met al, ja, na ongeveer een uur of 18 tot 20 gespeeld te hebben, uh, op één missie na de game uitgespeeld te hebben, kan ik niet anders zeggen dan dat, ik dit, um, ja, dan dat ik blij verrast ben. En dat ik dit echt een hele leuke game vind om te spelen. Uh, Matthew, we hebben hem gisteren ook nog even samen in co-op gespeeld. En dan zie je dat die online functionaliteiten, dat die nog niet stabiel zijn. Ik geloof dat jij er wel drie keer uit bent geknald, of niet? Ja, ik denk een stuk of uh, ja, ik denk al vier, vijf keer bijna zelfs. Ja, ja, dus daar is nog wel echt wel werk aan de winkel. Ik denk als ze dat goed voor elkaar krijgen. Ik zag wel de meerwaarde en de charme van uh, deze Game in Co op te spelen. Geeft net even iets meer strategische mogelijkheden. Um, maar goed, ja, so far so good. Vette game, 8,5 gegeven. Um, yes, Jeff, ja, heb en, jij hem al gespeed? Nee, maar hij zit in de game pas. Dus dat is, lijkt me nog wel even ja. uh, de, 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 de shout-out waard. Uh, ik heb Zeker. hem geïnstalleerd. Dus ik uh, sta eigenlijk op het punt om hem te gaan doen. Maar ik heb het nog niet gedaan. Ja. Nee, ja, absoluut, uh, absoluut doen. En uh, ja, wat mij betreft een, uh, een must-play... Te meer, ook als hij niet in de Gamepass zou zit, maar aangezien hij ook in de Game Pass zit, is het eigenlijk een no-brainer. Ivo, ja, jij was iets gematigder in je enthousiasme gisteren, had ik de indruk. Uh, nou ja, weet je, is, ik kan wel eigenlijk wel vertellen van waarom dat, dat is. Kijk, ik ben gewend, om, eh, kijk, het is een stelt game. Ik ben gewend om heel erg stelt te spelen. Ik heb alleen in tot toch hele <laughs> maar één level gespeeld met Rick. En uh, <laughs> uh, uh, om het even simpel te houden, Rick is niet zo van de stelt. <laughs> <laughs> Dus, uh, dus het was op, de, op dat ja. gebied was het eventjes wennen. Dus, en ik ging ook heel erg blind in. Want ik heb ook heel de tutorial alles geskipt. Dus uh, ja, het, ja. Ik, 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 het, het is een beetje lastig. Ik kan mijn vinger er niet echt op leggen. Maar het is, als ik het moet gaan vergelijken met uh, deel 4. dan zijn er wel een paar dingen waarvan ik denk van. Ik had gehoopt dat dit wel wat verbeterd zou zijn. Maar dan praat ik niet zozeer over de gameplay. maar meer over de algemene uitstraling. Hmm. Ja. ja. Nee, nou, kan ik, kan ik me vinden. Ik uh, En uh, voor wat betreft het aspect, ja, dit is echt een game en geen uh, Rambo-game. En uh, ik zit meer naar de Rambo-kant dan naar de kant. Dus mocht je echt inderdaad een uh, actievolle shooter zoeken, dan is dit absoluut niet je game. Want dan, ja, dan ga je gewoon om de havenklap af en dan wordt het een lange leidersweg. Maar. Uh, ja, en co-op, uh, als je een maatje erbij zoekt die wel dat geduld heeft en die af en toe je terugfluit... ...dan denk ik dat je een hele mooie, mooie <laughs> tijd in Sniper Elite 5 kunt, uh, kunt beleven. En uh, ik denk dat we daarmee de review ook maar gewoon even moeten afronden. Komende week zijn er drie reviews die je van ons uh, kunt verwachten op de website xboxnederland.nl. Dat is natuurlijk Cow the Kangaroo, als ik het goed uitspreek. Klopt dat, mannen? Ik denk het wel. Koude nou, kangaroo. is weet... dus echt voor het eerst dat ik hiervan hoor, trouwens. Ja, nou ja, het, is, het schijnt uh, in het retro kanaal werd nog net niet uh, uh, gezamenlijk gebeden om deze game. Um, Evil Dead The Game zijn we de review bezig en Vampire. Dus allemaal komende week. Tussen nu en volgende podcast op xboxnederland.nl. En dat brengt ons naar het laatste topic van deze podcast. En dat is wat wij zelf gespeeld hebben. Yes. Matthew. Sniper Elite 5, dat weten we. Maar je hebt misschien nog wel andere games ook gespeeld. Dat klopt. Ik heb toevallig heb ik uh, recentelijk besloten om uh, Watch Dogs Legends uh, af te maken. Daar ben ik destijds aan begonnen, maar dat, uh, er is nooit niks van gekomen. Omdat ik daar nooit niet in, ja, in kon komen, zeg maar. Maar die ja, heb ik echt. recentelijk afgemaakt. En ik denk: van, dat wordt toch weer tijd om dat even te doen. En sinds dat die game voor het op uh, 60 FPS kan draaien, is dat. Uh, zo fijn. Een, een, ja, dat is een stuk fijner, want dat, op 30 was dat gewoon destijds niet te doen. Maar dan, dan draai je niet in de ray tracing toch? Uh, nee, helaas. <güls> maar ja, het, uh, als ik moet kiezen tussen ray -tracing of 60 fps, dan is de keuze voor mij heel snel gemaakt. <güls> ik heb geen ray-racing. En <güls> <güls> uh, ray, die mag dan gewoon lekker weg blijven. Maar ja, bu buiten Watchers Legends uh, ben ik naderhand de overgestapt op uh, Sensorio The 3 Remastered. Uh, toch, maar, uh, ja, toch maar daar weer aan gestart. Ik bedoel, Saints Row blijft leuk. Tenminste, dat vind ik dan in ieder geval. Dus uh, ik heb daar heel veel plezier aan. Ja. Dus uh, ik bedoel, dat hey, En uh, je zegt Watch Dogs uh, afgemaakt. Is dat... bedoel, afgemaakt bij mij is het verhaal uitspelen. Maar bij jou is het een complete, denk ik, toch? Um, ja, in dit geval is het... In mijn geval is het uh, de base game. Uh, Oftewel, uh, de base game. De uh, basis... 1000 gamescore, oftewel gewoon ja, wat de basisgame te bieden heeft op Teams, uh, zeg maar, dat heb ik uitgespeeld. Nice, nice, nice. Oké, okay, en nu dus met Saint Row aan de slag. Is dat ook een beetje ter voorbereiding op de nieuwe Saint Row die deze zomer uit gaat komen? Uh, nou ja, het is een beetje toevallig, want ik zag hem pas geleden in de sale, en dacht ik van: hé, hey, dat is best wel goedkoop, die moet ik kopen. En toen kwam ik erachter dat ik hem eigenlijk al een hele tijd teruggekocht had. Dus ik dacht van: oh, ik denk, dan hoef ik hem niet te kopen, maar dan moet ik hem gewoon gaan spelen. Nee. Uh, moet ik wel zeggen dat uh, ja, hè, sinds dat de laatste extra informatie naar voren was gekomen over uh, Saints Row, extra preview zeg maar. Moet ik wel zeggen dat dat weer een beetje aangewakkerd is zeg maar om ja, dat type games te spelen. Ja. Dus ik uh, hoop ja. die Snap. game wel klaar te hebben voordat de volgende Saints Row komt. Ja, nice. Nou ja, goed, ja, daar heb ja, je nog leuk. even de tijd voor. Want volgens mij komt die ergens in de tweede of derde week van augustus. Uh, heb je nog andere games gespeeld, Matthew? Nou, ja, nee, dat was het eigenlijk wel. Ja, dan sniper. Ja, ik heb een poging gedaan om uh, Mafia 1, de uh, Definitive Edition, weer op te pakken. Ja. Uh, want dan ben ik bezig op de Classic Difficulty. Alleen, um, ik merk dat op het moment dat mijn geduld daar eventjes niet naartoe is. Ja, dan maar lekker knallen in centrum. Yep, lekker verstand ja. op nul en gaan. Ja. Nou, heel goed. Hey, en, uh, en jij, Jeff, heb je tijd gehad om te gamen? Uh, ja, in principe wel. Ik heb uh, wat uurtjes in A Tiny Tina's Wonderland gestoken. En uh, ik moet eerlijk zeggen, dat bevalt me helemaal goed. Dit. Ik, ik vermaak me daar echt optimaal mee. Het is gewoon hersenloos schieten, uh, ontzettend veel loot oprapen, veel inventory management doen. En uh, ja, het is, het is gewoon weer super lekker. Dus yeah. weer die, die Borderlands-vibe. Ik was bang dat het echt weer een Borderlands 3, zeg maar, ja, meer van hetzelfde zou zijn. Maar er zit genoeg variatie in. Met nieuwe gameplay, uh, nieuwe werelden. Um, nieuwe, ja, soort van meta-gameplay met die overworld. En mm -hmm. uh, daarnaast natuurlijk gewoon supergoede voice-acting en supergrappige ja. scènes. Dus uh, ja, helemaal goed. En het verbaast wow. me hoeveel content erin zit, joh. Ja, 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 zeker wel. wel nee, je vijf, kan daar makkelijk 40, 50 uur uh, in stoppen. Ben je al bij de Chaos Chambers? Of, uh, nee, nee, nog doen? niet. Ik ben nu eigenlijk gewoon alles van voor naar achter 100% aan het completen. Uh, oh, ja. Dus uh, ik ben ook bijna level 40. Hè, dat is een beetje de endgame state. En ik denk ja. dat, dat ik rond die tijd ook wel het verhaal dan uit heb. En ja, uh, ja dan ben ik ook benieuwd naar die Chaos Chambers en uh, wat het dan inhoudt. Ja, ja oké, okay, nice. Nice, nice. Alright. Ja. Um, hey, hey. Nou ja, goed. Sniper Elite 5 vooral. Ik was heel, of nou, de afgelopen twee maanden waren we druk met verbouwen. En de piek daarvan was afgelopen anderhalf week. Ah. Dus ik heb het uh, eigenlijk alleen met Sniper Elite 5 gehouden. En uh, and that's it. Daarmee ronden we ook uh, podcast nummertje. Wat is het eigenlijk? 115, 125. 200, nee, 215. 200, 215. Ja, ik. <laughs> Kijk, oh, dat het, krijg je dus, hè. Slaapdeprivatie door verbouwing. Precies. Maar de steun, ja. <laughs> ja. Nee, daarmee zijn we aan een einde gekomen van podcast 215. Uh, en heb jij natuurlijk weer een achievement verdiend. Jefty uh, popt hem op. Uiteraard. Mocht je dit een leuke podcast gevonden hebben en denken, hé, hey, die gasten van Xbox Nederland, XBNL, die wil ik wel vaker en meer volgen. Check dan onze website xboxnederland.nl voor je dagelijkse postnieuws wekelijkse reviews en iedere vrijdagavond uiteraard natuurlijk onze wekelijkse podcast. En wil je gewoon gezellig met ons hangen, dan weet je ons in Discord te vinden. Voor nu namens uh, Evil, Jeff en mijzelf wensen we jullie een hele fijne avond, fijn weekend, fijne week. En zien we jullie alweer volgende week. Same time, same place. Mazo, jongens. Later. Later.